Vanaf nu neemt Verhagen Wing Woman Ank Bijleveld als mede-onderhandelaar mee. Bijleveld was na Balkenende de nummer 2 op de CDA-lijst. Ze was al staatssecretaris en ze is onverminderd ambitieus. Als Verhagen straks het kabinet ingaat, dan wil zij wel de fractie gaan leiden. Ook bij de VVD schuift elke keer de nummer 2 van de partij aan, Edith Schippers. Schippers is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Rutte. Ze heeft een rechts, maar niet al te uitgesproken profiel. Ze is nu nog onbekend, maar dat gaat de komende jaren zeker veranderen. En naast Wilders zit elke keer de PVV-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, Barry Matlener. Matlener is hier in de wandelgangen gewoon Barry. Een knuffelbeer werd hij bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer genoemd. En daarom zit hij ook aan tafel, om de sfeer er een beetje in te houden. En omdat Wilders hem vertrouwt. Uiteindelijk weten we natuurlijk niet hoe de secondanten zich hier binnen gedragen. Misschien moeten ze allemaal maar eens, net als Ab Klink, een brief schrijven over hun ervaringen.